Yo mensen, welkom bij PokéNTSNL en ik ben het weer. We gaan gewoon lekker verder met mij. En ik heb ook een blister met X en I Flashfire, zoals mijn vriend in het vorige filmpje. En hij heeft blijkbaar alleen maar één holo gepoeld. En ik hoop dat ik het beter doe dit keer met deze mooie pakjes van Charizard. Ik zie hier twee Charizards. En ik heb een Chespin muntje en die is dus dubbel. Want ik kon helemaal geen andere muntjes meer vinden behalve Fennekin en de Chespin muntjes bij deze blisters. Ik weet niet of ze de Froakie muntje überhaupt erbij hebben gedaan bij deze blisters. Of dat die dan ergens anders komt ofzo. Want ik heb even gekeken en ik heb even gezocht tussen alle blisters, maar dat was er niet. Maar goed, dat zien we later wel. Ik heb daarom eventjes weer die van Chespin genomen dus. Auw, dat deed pijn. Oké, ik vind het zo jammer dat ze weer overgegaan zijn naar deze stomme blisters. Omdat ze zo moeilijk open te maken zijn. Maar ja, wel een beetje oldschool weer. Zoals vroeger, de allereerste blisters. Die waren natuurlijk ook zo. Zo. Nou, het muntje hadden jullie al eerder gezien in mijn eerdere opening van Flashfire Blister. Oké, hij blijft niet staan. En de Machamp met de holo, die ik zo leuk vind. En we hebben hier drie pakjes. Eén Mega Kangaskhan en twee Mega Charizards. Ik bewaar die Mega Charizards even en ik begin met de Kangaskhan. Zoals je ziet heb ik weer een andere opstelling van mijn achtergrond. Oh, ik heb twee. What the fuck? Ik heb twee codes in één pakje. Gaat het nou altijd zo mis bij deze? Ik heb al echt hele rare pakjes gehad van Flashfire. Dit is niet de eerste keer dat er iets misgaat in een Flashfire pakje. Maar goed, we gaan beginnen met een Fletchinder. Ultra Ball. Pulpad. Sfeel. Pineco. Bergamite. Sandile. Flabébé. Een Pineco in reverse en een Lopunny rare. Nou, dat was dus niks. Hopen op de Charizards dat zij mij ook een Charizard opleveren. Want daar ben ik natuurlijk ook naar op zoek. Zoals iedereen waarschijnlijk van deze set. Zo. En we hebben hier een Blacksmith. Krokorok. Ultra Ball. Stunky. Shinx. Flabébé. Oh, zie dat. En de focus is weg. En hij is weer terug. Sneasel. Een Durant in reverse. En dat is een rare. Dat is wat chill. En een Kangaskhan EX. En die had ik al. Dit is een beetje jammer. Ik hoop echt dat ik ooit nog een Charizard pull uit deze pakjes. Maar ik ben wel blij met een EX. Dat sowieso. Misschien kan ik hem zelfs ruilen voor een Charizard. Wie weet. Oké, Protection Cube. Floette. Suckered Ash. Scraggy. Stunky. Binacle. Spritzy. Sfeel. Scraggy in reverse. En een Dragalge Rare. Nou, jammer van de EX dat het geen Charizard is. Maar het is wel een EX, dus daar ben ik wel blij mee. En jullie laten een like achter voor deze hele schattige baby Kangaskhan hier. En tot de volgende keer weer. Doeg!